Dat het personeel van het Bernhoven Ziekenhuis dag en nacht werkt om de grote stroom coronapatiënten te helpen, is Lisa Kremers en Suze de Jong niet onopgemerkt gebleven. Wij hadden bedacht, als wij bonnen bij de horecaondernemers gaan afnemen van per stuk €30 en wij kunnen die schenken aan de medewerkers van het ziekenhuis, dan snijdt het mes aan twee kanten en kunnen we beide bedienen. Bij sommige restaurants mogen de bonnen pas worden ingeleverd als de zaken weer open mogen. Maar veel ondernemers zijn gestart met het afhalen en bezorgen. Dus kunnen de medewerkers van het Bernhoven Ziekenhuis er nu al terecht. Zoals bij restaurant Hertog Jan in Veghel. Lisa die heeft contact opgenomen en gezegd wat haar plan was. En natuurlijk dacht ik meteen, dat moeten we doen. Ze zei, kun je dan dinerbonnen maken? En dan kom ik ze wel halen. Zegt ze, maar dat lukt eigenlijk helemaal niet. Ze weet je wat, ik kom ze wel brengen, want dit is zo'n mooi initiatief. Dus wij bonnen schrijven. Mijn moeder meegeholpen, mooie cadeautjes van gemaakt. En ik zei, kom er nu aan. Dus ik ben ze gaan brengen en wat is dat voor een fantastisch initiatief. Je kan bij ons een donatie doen op de site van geef.nl. Daar zie je meteen bovenaan, want we zijn gelukkig nog steeds trending. Kan je een donatie doen en van die donaties bij elke €30, daar kunnen wij 1 bon van kopen. En per restaurant nemen we er 20 af. Aankomende vrijdag beginnen we met het uitdelen van de bonnen. Dat hadden we gehoopt iets eerder te kunnen doen, maar uiteraard hebben ze het hier heel erg druk. Dus we hebben gewacht totdat het hier uit zou komen om daar wel even een momentje van te maken. Alle medewerkers van het Bernhoven Ziekenhuis worden verrast met een bon. De schoonmaak is in deze net zo belangrijk natuurlijk als de verpleegkundige. Dus wij willen ook echt iedereen een bon kunnen geven. En zij zitten op 2000 medewerkers, zagen wij. En inmiddels zijn het er al 2500 bijna, hoorden we. Het initiatief vindt inmiddels navolging, want in Helmond, Tilburg, Haarlem wordt inmiddels ook geld ingezameld om de helden van de zorg ook daar te verwennen met een restaurantbon. Natuurlijk heeft het zorgpersoneel dat enorm verdiend, maar is het ook gewoon een kleine geste naar de restaurants dat we dit kunnen doen en hopelijk later dat weer terugzien. Als wij op het nieuws ook zien, Bernhoven, het hangt zo met de benen buiten, dan schrikken wij daar heel erg van. Want wij kennen het ziekenhuis, we kennen de medewerkers, we weten een beetje hoe het hier gaat en het is nou eenmaal wel zo, als het dichtbij komt, dan raakt het je ook anders. Wil je doneren? Ga naar geef.nl.